Leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik je laten zien hoe ik de wenkbrauwtjes verf op een Reborn Doll Kit. Maar eerst laat ik je even zien wat ik daarvoor nodig heb. Een heel klein beetje geurloze verdunner als de verf niet dun genoeg is. Keukenrol. Sterilium voor mijn handen. Mijn handen zijn al gewassen. Sieraden doe ik af. Dan heb ik een beetje Flash 08 nodig. Dit is Genesis verf. Dan heb ik de Authentic Reborn. En dit is de Eyebrow Brown verf. Ik gebruik een wenkbrauwpotlood om het begin en het einde aan te geven. De tandenstoker is altijd handig. En ik heb twee soorten hele fijne kwastjes. Nou ja, keukenrol heb ik hier liggen en een verfmengbakje. Oh, en natuurlijk, voor ik het vergeet, een Reborn hoofdje. Nou, en zoals je ziet, ik ben al begonnen met één wenkbrauwtje. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Op zich ben ik redelijk tevreden over mijn wenkbrauwen. Ik vind ze alleen wat te dik. Ik zou ze graag nog wat fijner willen zien, maar ja, op een of andere manier lukt me dat gewoon niet. Dus dit zijn mijn wenkbrauwen. Ja, en wat ik dan doe, zoals ik al zei, je kunt ook met dit potlood kun je ze ook tekenen, de wenkbrauwen. Maar dat doe ik niet. Ik verf ze dus. Maar met dit penseel of met dit potloodje geef ik het begin en het einde aan waar ik mijn wenkbrauwen wil gaan verven. Meestal is dat vanuit de neusvleugel recht omhoog gemeten. En vanuit de neusvleugel naar de zijkant van het oog. En daar is dan ook het einde. Dus zoals ik al zei, van de neusvleugel recht omhoog is ongeveer hier. En van de neusvleugel naar rechts is dan ongeveer daar. En dan kijk ik even met de andere wenkbrauw. Die loopt dan gelijk. Je zult je wenkbrauwen nooit één op één gelijk krijgen. En volgens mij is dat ook een gezegde als je zelf je eigen wenkbrauwen doet. They're not twins, they're sisters. Dus ze zijn nooit identiek. Er zal altijd wat verschil tussen zitten. Vaak wordt aangeraden, ik ben linkshandig, dan begin je het beste met de rechtse. Dus dat heb ik nu ook gedaan, dat is dan de moeilijkste. En die zou dan iets makkelijker moeten gaan. Maar ja, zoals ik al zeg, ik reborn al jaren en ik vecht zelf ook nog steeds met wenkbrauwen. Het is gewoon niet mijn beste vaardigheid bij het rebornen. Ik ben beter in andere dingetjes. Maar ja, zoals ik al zei, ik vind hem redelijk goed gelukt. Maar nu ga ik je dus laten zien hoe ik de andere wenkbrauw doe. En dan begin ik met een beetje authentic reborn eyebrow brown met een tandenstokertje in het verfmengbakje te doen. En daar doe ik een klein beetje Flash 08 bij om die kleur wat lichter te krijgen. Want de meest ideale reborn eyebrow of wenkbrauw is bijna niet zichtbaar. Dat is de ideale, eigenlijk real born. Dus echt op een babytje lijken. Ja, dan probeer je dat dus te bereiken. Een wenkbrauw die er is, maar eigenlijk ook weer niet. Maar ik zeg al, ik kan dat niet, dus dit is de wenkbrauw die ik je ga laten zien. Dus een klein beetje eyebrow brown met Flash 08 hierin. En zoals ik al zei, ik heb daar een klein beetje verfverdunner bij gedaan. Omdat mijn verf gewoon te dik was en je dan dus te dikke lijntjes krijgt. Dus dat. Dan pak ik een penseeltje en dan ga ik aan de slag. Eerst doe ik dus die bruine laag. En daarna doe ik nog een soort van highlight laag. Alleen met Flash 08. Maar zoals ik al zei, ik ga het allemaal aan je laten zien.